Maar als we dus kijken naar wat we over de jaren hebben gezien voor het Stuurmeer, dan zien we dat we eigenlijk best wel een hoog gemiddelde halen ermee. We hebben eventjes zitten kijken en aan de tabellen zitten vergelijken. En dan zien we dus dat we aan de ene kant, als we met een 12 jaar gemiddelde 13, 14 werken, dan zien we dus dat we daar verschillende gemiddeldes uitkrijgen, toch? Van 111, 110, 114 en 116. En dat is natuurlijk de basis op grond waarvan je eigenlijk je prijs voor hydro gaat calculeren. Ik moet zeggen, staatsolie had een prijs gecalculeerd toen dit kabinet aantrad, waarbij ze uitgingen van een gemiddelde van 80 megawatt productie van het meer. Dat is natuurlijk ver beneden wel gemiddelde ook dat we konden uitrekenen hier. En toen we dus begonnen met die kostencalculatie, waren dat de eerste inputs waar we naar gingen kijken. Want je gaat natuurlijk kijken, wat is de echte prijs van de delen die moeten zorgen dat je op het eind een tarief krijgt. En de hydroprijs is belangrijk voor het tarief, zeker omdat je ziet dus dat die een behoorlijk deel van onze energievoorziening oplevert. En als je dat gedaan hebt, dan ga je vervolgens kijken naar de prijs van je olie en hoe die is opgebouwd uit de verschillende componenten. En tenslotte, als je dat ook gedaan hebt, dan ga je kijken naar de efficiëntie van de generatoren, want ook daar schort wat aan. En dat hebben we in verschillende rapporten gezien, dat steeds opmerkingen werden gemaakt dat zelfs in het laatste rapport van Ernst & Young stond er dat staatsolie, oftewel de power company, toch wel. En dat ging toen om een tarief van 2,10, dat was uitgerekend. Daar was 73 cent van, werd gezegd dat kon door efficiëntieverbetering, door wat de power company aandroeg worden. Gereduceerd. Kijk, dus wanneer we die componenten hebben gehad, dan kun je vervolgens gaan kijken naar je rekenmodel. En als je dan je rekenmodel hebt gezien, dan kan je vervolgens inderdaad tarieven uitrekenen. Nou, het onderzoek dat we gedaan hebben, dat heeft dus geleid tot, inderdaad, die tabellen die bekend waren. De eerste tabel, die was door de energieautoriteit samengesteld. En vervolgens worden een paar aannames gepleegd over de efficiëntie van de verschillende systemen die we in het land hebben. En toen we dat allemaal gecheckt hadden, bleek dat niet helemaal te kloppen. Dus we hebben toen een nieuwe tabel gemaakt, waarbij de dingen die niet klopten gecorrigeerd zijn. We hebben cijfers gehad van zowel EBS als staatsolie. En ik moet zeggen, die cijfers waren eerlijk. Wat niet eerlijk was, is dat niet volgens de cijfers het tarief bepaald was. Dus in hun cijfers zie je dus wel dat hun machines veel efficiënter zijn. Maar wanneer het tarief bepaald moet worden, dan blijkt opeens dat die machine twee keer zoveel olie gebruikt. En dat betekent dat het tarief dan twee keer hoger wordt. Dat is heel simpel, zo werkt het. Dus dat hebben we gecorrigeerd in het tabel dat we zelf gemaakt hebben. Dat is dus dit tabel. Wanneer je gaat kijken, dan zie je dus dat vanwege een overeenkomst die de overheid in 2013 gesloten heeft over levering van energie door staatsolie, dus de power company, dat er een verplichte afname is voor Suriname om daar dus in te kopen. Maar omdat ze inderdaad werken met een vrij slechte efficiëntie in het contract, betekent dat er een vrij hoge prijs uit controle voor de energie die je daar inkoopt. En als je kijkt naar EBS, als EBS dus hetzelfde vermogen zou leveren, dat EBS het voor 2/3 van die prijs doet. En in sommige gevallen, als het om meer gaat, zelfs voor de helft van de prijs. Wat betekent dus dat de ideale energiemix niet is om in te kopen bij staatsolie. Eigenlijk komt het erop neer dat je daar niks moet inkopen. Je moet gewoon EBS zelf alle energie laten produceren, want dan kom je gewoon op de goedkoopste prijs uit.
En dat hebben we dus in verschillende kolommen met variatie zitten doorwerken. Hè. Ze zijn in staat om het, ze hebben voldoende capaciteit. Het probleem wat ze hebben is dat ze geen geld hebben om de olie te kopen. In Afubanga plan, die kan 189 megawatt opleveren. Ja. Die staatsolieplan 96 megawatt. Maar Saramakka-straat kan op dit moment 126 megawatt opwekken. Dus strikt genomen kan je volledig draaien zonder die dure thermische plan van staatsolie te gebruiken. Dat heeft Ernst & Young toegezegd. Die energy mix van je is niet goed. Doordat je een soort wurgcontract hebt dat niet bespreekbaar kan worden gemaakt met staatsolie, betaal je dus de facto 20 tot 30 dollar per megawatt te veel. Per megawattuur nog? Ja, per megawattuur, ja. Dus wat hebben we gedaan? De technische commissie is niet achter getalletjes gegaan, maar achter technische data. En het mooie van technische data is dat die rapporten elke dag worden gemaakt bij elke shift. Door de machines zelf, automatisch tegenwoordig. Dus men kan niet jokken. Dus de output van wat er is geleverd, dat staat dus in het rapport, zonder dat er gemanipuleerd kan worden. Dus, en toen heeft staatsolie onszelf de technische data gegeven. En ze zijn eerlijk en open geweest. Ja. Toen we het omgezet hadden in zeverwerk, toen kwam die bom. Toen bleek dat we dus konden aantonen op de, bijvoorbeeld, men charged op basis van een gemiddeld vermogen van 50 megawatt. Toen we de jaarcijfers hebben bekeken, en dat is niet wat wij hebben gefantaseerd, we gaan u laten zien, uit hun technische rapporten, staat dus dat hun machines in bepaalde periode 26 megawatt leverden in plaats van 50 megawatt. Dat hun efficiëntie 1.34 was in plaats van 1.50 en 1.43. En u moet het even goed zeggen, er wordt in rekening gebracht 1,5 barrel voor een megawattuur, terwijl dat 1,35 is. Dus u moet zich even voorstellen, u gebruikt in een restaurant alcohol en elke keer als die man een shot voor je inschenkt, haalt hij 10% van die shot weg. Hij gooit, hij morst het. Hij boekt je dus wel een fles whisky, maar in principe heb je maar 3/4 fles whisky gedronken. Dat hebben we uitgerekend en we zeggen, alleen op grond daarvan heeft dus staatsolie, de staat, 240.000, 423.000 barrel te veel in rekening gebracht. Ja. Dat is 30 miljoen dollar. Ja, als je vermenigvuldigt met de barrelprijs. Ja, ja. 10 jaar. Dat staat in uw tabel. En we zeggen vanaf nu gaat het niet meer gebeuren. En men wil eigenlijk niet meer praten over het verleden. Ik zeg maar, de staat Suriname is dus de minister van NH en de minister van Financiën. En de mensen beschikken niet over de technische background om die rekening te fiateren. Dus je kan ervan uitgaan dat zij te goede trouw handelen. Ze gaan ervan uit dat staatsolie de nota brengt, werkelijk gebruik. Nu hebben wij aangetoond dat het werkelijk gebruik 1.35 is. En dat is niet door ons aangetoond in eerste instantie. Naarmate wij kwamen, begon men met van 1.50 naar 1.53 en wij wonen naar 1.38 gaan.
Toen werd het plotseling 1,35. Toen werd het plotseling reële kosten. Eén ding is zeker. U moet zich even voorstellen, u heeft een nieuwe auto. In 2013 gebruikt hij heel veel olie. En naarmate hij ouder wordt, wordt hij zuiniger. En niet omdat u minder rijdt. Want u rijdt evenveel. Oké. Dus wat wij nu zeggen. Er zijn een aantal dingen in het verhaal. Die best wel fout zitten. En die moeten worden besproken. Want terwijl de president er een beroep doet op iedereen mens tijd beren, offers brengen, wil men geen enkele manier het offer laten brengen door die ene zoon die die andere uitknijpt. Dat is wat je krijgt. En wat we nu hebben geconstateerd, en ik ga even laten zien, er zijn kosten in rekening gebracht die niet stroken met de werkelijkheid. En ik ga u deze foto laten zien. U moet zich even voorstellen. Als u naar de raffinaderij gaat kijken. Laat me dit even laten zien. Nee, als u laat zien. Die thermische centrale van staatsolie staat eigenlijk op het terrein van de raffinaderij. U ziet het? Nou. Om die HFO te transporteren naar die centrale wordt $5.05 aan handeling en vrachtkosten gebracht. Per barrel. Per barrel, ja. Als je praat over 500.000 barrel per jaar, dan praat je over wel een beetje veel geld per jaar dat onnodig in rekening. Waarvoor er dus geen kosten worden gemaakt, omdat het een pijpleiding is die één keer is betaald. En ook als zou die pijpleiding $1 miljoen kosten, in 20 jaar is dat centatory. Dus wij zeggen. Per barrel, hè? Want. Wij zeggen, staatsolie. Wanneer jij dus olie levert aan EBS, en dat is hier op die pagina die u heeft, dat wordt per boot getransporteerd, 7,3 kilometer, kan je niet hetzelfde vrachthandelingkosten staan als die hele lijn van 200 meter. En we beschuldigen niemand. We hebben gezegd, je kon dat allemaal in rekening brengen. En nu zijn we erachter dat het niet nodig was. We zeggen niet dat je iets hebt gedaan dat niet mag. We constateren en we zeggen, vanaf nu moet je het niet meer doen. En weet u, aangezien de staat aandeelhouder is van de EBS, van EBS, staatsolie, en van alle dingen, stort dat geld terug voor de staat. En eigenlijk hebben we voor de regering opgemaakt een claim van $108 miljoen. En die moet geverifieerd worden, want ons werk is geen accountancy. Maar de klant kan het even zeggen en dan kan je komen. En misschien komen we op $106 miljoen, misschien een beetje meer. Begint dat en wij zeggen, aandeelhouder, het schijnt dat je geen geld nodig hebt om medicijnen te betalen. Maar er ligt daar eigenlijk $108 miljoen te verrekenen. Ja. Toch? Nou, de discussie is dus nu, laten we praten over wat kan. En wat nu kan, is dat we voor een IMF-programma zitten en we moeten het tarief brengen en we moeten keuze maken tussen een 380 tarief of een 234 tarief. En men zegt, we moeten niet subsidiëren. En één ding is belangrijk. Als je zegt, de prijs is 4 gulden, moet je die bevolking 4 gulden vragen als je niet subsidieert. Als je zegt, die prijs is 2,34, moet je de bevolking 2,34 vragen. Voordat je kan zeggen, er wordt niet gesubsidieerd. En ik heb goed nieuws voor u. Die bevolking betaalt die 2,34 aan eigenlijk. Wat we niet kunnen oplossen, want we hebben doorgerekend verlopen met een koers van 30. Als die koers natuurlijk door bleef gaan, dan zal hij moeten stijgen. Maar dat zal ook gelden voor die 382. Dan gaat die ook stijgen. Alleen die gaat harder stijgen. Want wij hebben nu uitgerekend, het zuivertarief ligt ongeveer rond de $7. En u kunt zelf voorstellen, als u dat maal 30... US dollar cent. Als u dat maar 30 of 35 of 40 doet, maar zij
willen dat dit volk 12 US dollar cent betaalt. En dat betekent gewoon een stuk meer. Een heel stuk meer. Het grote probleem is, deze zaak wordt gecommuniceerd met IMF. En die brieven gaan weg. En wij zeggen, nee, die brieven kunnen niet weg. Dat is ook de reden waarom meneer Dwarka heeft besloten. Wij moeten dit nu delen met die bevolking. En vanaf 21 februari hebben wij gevraagd aan Staatsolie naar de data van de stuwdam van 2020, 21, 22. Weet u wat ze voor ons hebben gestuurd? Data van Suriname van 2019, 18, 17, 16. En het is niet erg. We hebben er geen last van. We zeggen, zolang je geen data stuurt, gebruiken we de berekende data van ons. Voor de prijs. En nogmaals, voor de zekerheid. We hebben ingenieur Jan. We hebben Neus. We hebben heer Meerjan. Dus, en ik ga u lezen, zeg het toch, en die mensen van Staatsolie, die zijn slimme mensen. Wat die zeggen, en ik ga voor u lezen, ik ga u dat dadelijk mogelijk geven. Die schrijven, we hebben echter geconstateerd dat de ETC in haar aanpak het accent heeft verlegd van de vaststelling van maatschappelijke aanvaardbare schroeftarieven naar het beoordelen van kosten voor het beschikbaar stellen van elektriciteit door Staatsolie, SPCS en EBS. Voor ons om het tarief te berekenen moeten we naar die kosten kijken. En dan, dit zegt Staatsolie. Naar onze mening heeft de ETC zich met deze accentverlenging begeven op het werkgebied van de EAS en beschikt zij niet over de specifieke deskundigheid. Nochtans hebben Staatsolie en SPCS hun medewerker verleend middels het beschikbaar stellen. Dus ze hebben aan de ondeskundigen van de ETHS informatie verleend, terwijl ze vonden dat de deskundigen van EAS alles voor koetsen te koek nemen. En weet u wie de deskundigen zijn van EAS? Gaat u na, er werken 4 mensen, en gaat u na het trekrecord van de directeur, de tweede persoon, de derde persoon, of zij ergens in de engineering, in de opwekking van de centraal, ergens kaas van hebben gegeten. Weet u, meneer Ruben Yang heeft die powerdam gedraaid. Niet horen zeggen, geen filmpjes bekeken. Wanneer het moeilijk was, sliep hij daar. Ja, dus hij weet alles van wat er gebeurt. Meneer Sam Meherjan, die weet er alles van. Dus wanneer wij zeggen, optimaliseer het verbruik van de dam. Speel niet onnodig, want ook daarover hebben we uitspraak. Kortom, het zou ons te ver voeren om dat heel ding zo uit te leggen. De feel van dat ding is dat we een tarief kunnen krijgen waarbij Staatsolie doorgaat om ongeveer 30 miljoen dollar per jaar extra te verdienen over de ruggen van het volk, dat niet nodig is, of dat we een stop aanbrengen en dat we een cap zetten op de olie.